Wie een meerkoet in zijn oog krijgt, heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Hij kwam dwars door de voorruit van de auto, recht in mijn gezicht. In het ziekenhuis hebben ze veertjes uit mijn rechteroog gepeuterd. Daar heeft hij waarschijnlijk met zijn snavel middenin gezeten. Henk Wolf kreeg een meerkoet in zijn oog en ziet de wereld sindsdien op een heel andere manier. De lantaarnpalen splitsten zich in tweeën en één ervan liep een tijdje met me mee. Zo'n 15% van de blinden en slechtzienden ziet wel eens iets dat er niet is. Het wordt het syndroom van Charbonnet genoemd. Zijn rechteroog zou verwijderd moeten worden, maar tegen alle verwachting in keerde er enig zicht terug en het gedroeg zich niet meer als een gewoon oog. Het was een heldere zomerdag en ik registreerde met het rechteroog redelijk wat, maar als ik naar buiten keek, zag ik de weilanden niet. Details zoals paaltjes en koeien kon ik uiteraard niet waarnemen, maar de uitgestrekte weilanden waren zelf ook niet zichtbaar. Ik zag gras als donkergrijs en kon het niet onderscheiden van bijvoorbeeld modder. Een meerkoet in mijn oog is bijna een roman. Het is ook bijna een populair wetenschappelijk curiositeitenkabinet in de stijl van Oliver Sacks. En het is bijna een verzameling taalgrappen, zoals van Herman Finkers. Voor beginnende visueel gehandicapten is dit boek een gids. Voor medici een zeldzame case study. Voor Friezen een schaamteloos kijkje in het privéleven van professor Henk. Voor alle anderen is het een fascinerende en humoristische beschrijving van de manier waarop onze hersenen en wij zelf reageren op plotselinge, ernstige oogschade. Vanaf 11 november in de boekhandel.